Vrijdagavond speelt NEC een hele belangrijke uitwedstrijd. Tegenstander op de toekomst is Jong Ajax. Tegen Telstar startte Pepijn Leinders met Galioglu op rechts en Atjebar op het middenveld. Dat zag er allemaal goed uit. Anders is natuurlijk speel die vast is aan de bal, die altijd goede oriëntatie heeft, die vast kan houden, maar ook heel vaak snel de volgende paas ziet. Waardoor we het spel iets makkelijker van links naar rechts kunnen verplaatsen. Wat noodzakelijk was tegen deze ploeg, hè, om ze open te maken, om meer gaten te creëren. En Ferdi kwam meer in zijn rol van het risico nemen, het uitspelen. En dat past heel goed. Als middenvelder moet je natuurlijk ook meer verdedigen. Kadioglu was rechts, focuste hij zich nu meer op de aanval en was dat zijn enige doel? Nee, niet in onze ploeg. In onze ploeg moet ook de rechtsbuiten juist heel scherp zijn voor de vallende bal, voor het meehelpen van de back 2-3 keer per wedstrijd. Hopelijk, niet vaker. En dat deed hij gewoon hartstikke goed. Het is als nummer 10 iets anders natuurlijk, omdat je heel vaak vanuit een zone druk moet zetten. En vanuit wat er meer om je heen gebeurt als rechtsbuiten is dat iets voorspelbaarder. Maar beide spelers, ja, top. Ja, echt heel belangrijk voor ons. Voor de opstelling van afgelopen maandag heb je ook Braken nodig, maar die is op dit moment geblesseerd. Het zag er niet goed uit, dus dat was wel even, oké, dan ga je meteen puzzelen natuurlijk. Hè, maar gisteren was het al beter, reageerde ook goed op de medicatie, dus waarschijnlijk gaat dat gewoon goed komen. Jong Ajax wordt een belangrijke wedstrijd. Wat zijn de verwachtingen? Een wedstrijd waar je tactisch echt goed moet staan. Waar je moet zorgen dat je ze verrast. Dat ze niet datgene kunnen doen wat ze graag willen doen. Maar wel die hebben dat ze het kunnen doen. Vanuit die organisatie de bal houden. En vooral ook de dingen doen die zij niet fijn vinden. Dat betekent dat ze hun moeten lopen. Dat ze hun te laat komen. Ja, we hebben drie dagen natuurlijk tussen de twee wedstrijden. Maar ik denk wel dat het goed staat. Ja. De toekomst is geen hele sfeervolle plek om te spelen. Wordt dat nog een probleem? Nee, want we willen 2 punten. We willen nu zitten in een positie waar we kunnen jagen op de rest. Hè? In de laatste 5 wedstrijden. Dus ik hoef geen scherpte te creëren. Ik wil een aantal dingen benadrukken, maar niet scherpte creëren. Druk ligt bij alles en iedereen, ook bij Jong Ajax. Dus wordt een interessante wedstrijd, een hele belangrijke wedstrijd. Vrijdagavond om 8 uur, live op RN7, Jong Ajax tegen NEC.